Vandaag was een dag met veel handicaps. Ik dacht voortvarend van start te gaan door de kano te pakken. Heb daarmee alle vogels die er in het gebied waren verjaagd. En daar stond ik dan met mijn 600 mm lens. Had dus geen enkele zin. Ik heb nog even geprobeerd een tentje op te zetten. Om vanuit het tentje nog wat vogels te lokken. Maar er is er niet één geland. Dus ik heb mijn tactiek om moeten gooien. En ik ben gegaan voor de macro lens. Sowieso waren er niet zo heel veel mensen die de macro lens gebruikten volgens mij. Dus dat was ook een tactische keuze. En met mijn snuffert op de grond al tijgerend ben ik achter de... Moet ik even kijken of ik het goed zeg. De rugstreeppad aangegaan. Naar schijnt een heel zeldzaam beestje. In ieder geval niet makkelijk te vinden. Ik vond hem. En ik heb hem gefotografeerd tegen een madeliefje. Ik hoop dat het een madeliefje is, maar ik denk het wel. En het grappige is dat die madelief trekt eigenlijk een beetje de aandacht. Een hele korte scherpe diepte gebruikt. En dan ontdek je eigenlijk dat de ogen van de pad, want daar heb ik op scherp gesteld, dat dat eigenlijk het meest scherp is van de foto. En je ziet een zandkorreltje op zijn oog zitten en dan hangt een zandkorreltje aan zijn lip. Hij is eigenlijk heel goed gecamoufleerd, maar juist met het grote contrast met de madelief vond ik het mijn mooiste foto van vandaag. En ik ben helemaal kapot. Ik heb echt serieus veel moeite moeten doen om deze foto te maken. En alles wat ik dacht dat deze dag zou brengen is niet geworden. Maar wel met een heel fijn en blij resultaat. Dus met opgeven hoofd zal ik deze foto aan jullie laten zien. Ik ben heel content met deze dag. Ik heb weer veel geleerd.